Ja, nou, daar schrokken we niet echt van, want de vorige eigenaar heeft dat al ruim 20 jaar terug heeft verteld dat er zeer waarschijnlijk een bom in het land, een niet ontplofte bom in het land ligt. Door werk aan het elektriciteitsnet moet de bom wijken. De Britse 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog ligt gelukkig ver van het bedrijf. Ik heb er geen moment zorgen van gehad. Zelfs al zou die afgaan, dan hebben we geen last. Ja, waar ligt hij? Nou, dat mag ik nog even niet vertellen van de gemeente. Dus, Heeft u hem gezien? Nee, ik heb hem zelf niet gezien. Nee. Ik geloof dat een van de weinigen is in de Wieringermeer die daadwerkelijk opgegraven wordt en onschadelijk gemaakt gaat worden. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het leeft. Er liggen nog enkele zware bommen in de Wieringermeer, maar de gemeente laat ze het liefst met rust. Als deskundigen ons weten te vertellen dat dat geen gevaarlijke toestand met zich meebrengt, dan laten we, denk ik, op dit moment het voor wat het is. Maar het kan best zijn dat de EOD met een advies komt en dan moeten we daar gehoor aan geven, denk ik. De EOD is druk bezig met een plan om de bom onschadelijk te maken. De vraag is alleen hoe en wanneer. Heb je wel eens een 500 ponder zien ontploffen? Nee. En zoals het naar uit ziet, gaat dat hier ook niet gebeuren. Net zo lief als ze hem niet laten ploffen, want ja, je weet maar nooit.